Welkom bij Wetenschap 101. Jonica vroeg zich vorige week af wat de andere bloggers opvalt als ze in het buitenland zijn. En ik was toevallig in Istanbul, waar ik de Hagia Sophia bezocht. Waarvan de naam goddelijke wijsheid betekent. Nou, als dat niet geschikt is voor een Wetenschap 101 filmpje. De kerk, want dat was het oorspronkelijk, werd tussen 532 en 537 gebouwd onder leiding van de wiskundige Isidorus van Mileten en Anthemios van Tralles. En ze bouwden voor die tijd gigantisch gebouw met ook nog eens een koepel erop. Maar die was helaas niet helemaal bestand tegen de vele aardbevingen die in het gebied voorkomen. En al snel stortte die in. En de kleinzoon van Isidorus, die ook Isidorus heette, bouwde een andere koepel die nog wat hoger was dan de eerste. En die je nog steeds kunt zien. Hij is ruim 30 meter breed en het topje hangt meer dan 55 meter boven de grond. En om de constructie te kunnen maken gebruikte de architecten hoekzwikken, in die tijd een nieuwe vondst. En op dit plaatje kun je duidelijk zien hoe ze eruit zagen. Het zijn de gebogen verbindingstukken tussen het rechthoekige onderstel en de ronde koepel. En de architecten lieten het niet alleen bij die ene koepel. Aan weerszijden bouwden ze twee halve koepels, waardoor het gebouw nog imposanter werd. En toen Sultan Mehmed II in 1453 de stad veroverde en er de hoofdstad van zijn islamitische Osmaanse Rijk van maakte, was hij erg onder de indruk van het gebouw. Hij liet het opknappen, want dat was hard nodig, en hij maakte er een moskee van. En nu, bijna 1500 jaar na de bouw, dient het als toeristentrekker.